Marlene, vertel eens even kort wie jij bent. Want je bent van Keticotti Zeeland. Ik ben van Keticotti Zeeland en met heel veel plezier. Want ik vind het erg belangrijk om toch dat soort dingen over te brengen. Maar ook heel belangrijk om te vieren, om te herdenken. Maar vooral om het verhaal te vertellen. Ja. Dat doe ik graag en daarom zit ik ook hier. Ja, nou, dat is natuurlijk de afgelopen periode is er veel aandacht geweest met het Keticotti Festival, met de herdenking, de excuses. En er is veel geweest. En je collega Angelique is hier ook al, heeft er ook over ja, verteld. Ja, ja, en daar ben ja. jij natuurlijk ook allemaal bij geweest, neem ik aan. Ja, daar ben ik ook inderdaad allemaal bij geweest. Ik vind het heel jammer dat het monument wat nu op de boulevard staat, dat weg moet. Ja, al moet het, is er al een beslissing over gemaakt? Ja, er is het gaat zo lang naar het museum, tot het museum Vlissingen. Totdat er wordt beslist van of het ergens mag staan. Ja, ja, maar ja. Ik vind eigenlijk dat het gewoon daar moet gaan staan waar het nu Was neergezet. Staat. Ja, waar het was neergezet. Ja, het enige wat ik dan denk is van, er is zoveel om te doen, dat het wel, het genereert wel heel veel aandacht. Het was ook een beetje negatieve aandacht natuurlijk, omdat het bekladdingen waren, noem maar op. Dat hou je altijd. Maar, ja, maar het is wat dat betreft, Keticotti is volgens mij nog nooit zoveel het nieuws geweest als dit jaar. Dat, omdat het natuurlijk ook 150 jaar was. En sommige mensen zeggen, ja, het is 160 jaar, maar dan vergeten ze dus. Ja, de afschaffing werd wel in 1863 afgekondigd, maar de mensen moesten nog 10 jaar op de plantages werken. Want ja, er moest geld verdiend worden. Ja, altijd maar weer dat geld. Het is altijd geld en daarna werden ze losgelaten zo van, nou ja, bekijk het maar. Want toen kwamen de mensen uit India, de Hindoestanen. En toen was het allemaal niet meer van belang. Nee, ja. Fijn, er zijn nog heel veel dingen, als je erover nadenkt, dat allemaal niet best, maar goed. Welk boek heb je? Ik heb dit boek gekozen, Dubbelbloed, van Etje Cavoorn. Omdat toen ik het had gelezen, dacht ik van, ik had het zelf kunnen schrijven. Gelukkig heeft zij het gedaan. Maar het was zo herkenbaar, omdat, misschien zegt de titel je helemaal niks. Maar dubbelbloed is, voorheen werd de term halfbloed gebruikt en dan nog liefst halfbloedjes. En dat vond ik zo neerbuigend, altijd als dat werd gezegd. Dus toen ik dit boek las, dacht ik, yes, dit is het. Wij zijn niet half. Want waar is het half? Zo half? Zo half? Nee, wij zijn het allebei. De term dubbelbloed voor mensen met een dubbele achtergrond vind ik veel beter dan halfbloedjes. Want ja, ja, als ik het zo zeg, dan hoor je misschien al dat het toch niet helemaal eervol is. Nee, en maar dit dubbelbloed, Etje Cavoorn heeft zelf ook een Nederlandse moeder en een Surinaamse vader. En wat zij hierin beschrijft is... Dat heb jij ook. Dat heb ik ook. Ja, ja. Ik heb een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Hij kwam dus uit Suriname. Hij is geboren op een voormalige plantage. Plantage Topibo in Para. En mijn moeder woonde in Terneuzen. Zij was de dochter van de bloemist. Zo komen dingen soms bij elkaar. Hè? Ja, dat is toch. Dat lijkt alsof daar duizenden kilometers. Maar hij kwam hier voor zijn werk. Kwam hier in Zeeland? Hij kwam hier als militair. Hij was betrokken bij de Slag om de Schelde. Ah, joh. Ja. Ja. Hij zat bij het Korps Mariniers. Buitengewoon, ja, naar in Terneuzen. En dan kom je in Terneuzen. Ja. Nou ja, zijn medestrijder heeft een standbeeld gekregen in Terneuzen. Frank Kouwle. Niet vanwege zijn krijgsverrichtingen, maar vanwege het feit dat hij de jazzclub Porgy & Bess heeft opgericht. Oh, is hij dat? Die nog steeds bestaat. Oh ja, daar heb ik over gelezen. Oh, wat grappig. Ja. Maar nu dwalen we wel een beetje af. Ja, dat geeft ja, niks. Maar... Het schetst wel een beetje natuurlijk wie je bent en waar je vandaan komt. En, ja, dit boek, wat wordt er beschreven in dit boek dan precies? Nou, in feite wordt er beschreven van als je dubbelbloed bent, dan ben je het wel beide, maar eigenlijk toch ook weer niet. Want voor de ene kant ben je te wit en voor de andere kant ben je eigenlijk te zwart. Je bent eigenlijk niks, dus je moet constant schakelen tussen twee dingen. Hè? Tussen je witte en je zwarte kant. En dat, ik zeg zwart.
mijn kleur, zou je zeggen, is bruin, maar om het even gemakkelijk te maken. Ja, ja. Want anders moet ik het hebben over lichtbruin, donkerbruin, middelbruin. Laten we het houden op wit en zwart. Het voortdurend schakelen tussen je witte en je zwarte kant, dat levert soms heel veel moeite op. En zoals Typhoon het heel mooi uitdrukte, hij zegt, wees moedig in je ongemak. En dat vond ik, ik hoorde dat en ik dacht van ja, dat is het. He, want we hebben ook aan beide kanten andere gebruiken. Noem een begrafenis, een Nederlandse begrafenis, een stille snik, een zachte traan. Maar een Surinaamse begrafenis gaat vaak met heel veel rumoer gepaard. Hè? Bijvoorbeeld ook, en dat is ook in Nederlandse kanten zou dat niet kunnen, men danst met de doodskist. Ja. Om de geest te verwarren, zodat hij niet teruggaat naar het huis, maar meegaat met de overledenen. Ja, nou, dat zie je in Nederland dus niet gebeuren. Hè? Nee. Statige lijkdragers die in een bepaalde passen met de kist lopen of zo. Ja. Dus ja, daar zitten al verschillen in. Ja. Ook al hoe je lacht. Hè? Surinamers lachen zeer uitbundig. Ja. Dat hoor je kilometers ver. In Nederland is het een beetje zo. Ja, het is, dus ja, ja. Dat is het verschil. En daar moet je steeds tussen. Dit herken jij, dat wordt in dat boek dan ook beschreven? Dit herken ik heel erg, dat steeds eigenlijk op eieren lopen. Maar ja, het is een heel mooi stuk. Ik hoop dat ik dat van je voor mag lezen. Dat mag zeker. Maar dat gaat er dus over. Etchika heeft altijd heel erg verlangd om haar Surinaamse oma te zien. Ik heb mijn oma ook nooit gekend. Ze was al overleden voordat ik kans zag om naar Suriname te gaan. Maar eindelijk komt die oma, want er is iemand van de familie gestorven. En de dochter die altijd voor oma zorgde, kwam naar Nederland en nam oma mee. Dus Etchika kan eindelijk, ze is al volwassen, kan ze haar oma zien. Dus ze gaat daar naartoe waar haar oma logeert. En de deur wordt open gedaan en ze ziet haar oma liggen. Een wat broze oudere dame, ik denk dat ze wel tegen de 90 is. En dan is dat stukje uit het boek als volgt. Dag lieve oma, fluister ik, mijn gezicht in een liefdevolle grijns, van oor tot oor. Ik loop en hunker naar woorden van herkenning en liefde. Oma mompelt met raspende stem iets terug. In een poging om te verstaan wat ze mompelt, draai ik mijn hoofd, zodat mijn oor dichter bij oma's mond komt. Tevergeefs, ik versta het niet. Voorzichtig en verlegen aai ik mijn oma over haar wang. Een kind dat in de buurt staat, vertaalt ongevraagd. Ze zegt, wie is die bakra die mij aanraakt en brutaal over mij heen buigt? Wie denkt die vrouw wel dat ze is? En dat vond ik eigenlijk een heel treffend stukje van het naar beide kanten toch met de nodige skepsis worden bekeken. Ja, ja, dat is dat. Hè? Want ook aan haar Surinaamse oma's kant wordt ze niet gezien als horende bij daarbij. Maar voor jou is het heel herkenbaar dit boek, maar voor mensen die het die herkenbaarheid waarschijnlijk niet hebben, is het toch een interessant boek. Het is een heel interessant boek, met name omdat dit jaar staat toch in het teken van vergeving en heling. En ik denk dat met name de heling een onderdeel kan zijn van het begrip wat mensen zullen hebben als ze dit boek hebben gelezen. Nou, oké. Okay. Dankjewel voor je toelichting. Helder verhaal. Oké. Okay. En een fijne dag. Ja, ja, ja.